wel mezelf even terug heb getrokken. En dus ik denk persoonlijk dat er wel meer in had gezeten. En dat maakt het voor mij ook wel af en toe een beetje frustrerend. Dat ik denk van ja, hoe kan het dat op zo'n podium in eigen land dat het er niet uitkomt. Deze week kijken we met een aantal Gelderlanders terug op 2022. En vandaag is volleybalster Meerte Schoot aan de beurt. En het was een pittig jaar voor de Winterswijkse. Het WK in eigen land moest het hoogtepunt worden van het jaar. Schoot werkte zich er dag en nacht voor in het zweet. Maar het toernooi, deels in Gelderland, mislukte. Het verwerken van die deceptie duurde lang. Ik moet zeggen dat ik wel mezelf even terug heb getrokken. Dus ik denk persoonlijk dat er wel meer in had gezeten. En dat maakt het voor mij ook wel af en toe een beetje frustrerend. Dat ik denk van ja, hoe kan het dat op zo'n podium in eigen land dat het er niet uitkomt. De knop moest echter snel weer om, want Schoot studeert over anderhalve week af. Haar eindonderzoek deed ze hier in de vertrouwde omgeving van Papendal. Ik studeer af voor de Johan Cruijff Academy sportmarketing. En mijn onderzoek is eigenlijk gericht op de markt van de topsporter die zich zeg maar, richting de arbeidsmarkt gaat begeven op een gegeven moment. Dat die overgang eigenlijk zo soepel mogelijk verloopt. Maar dat is iets voor later. Behalve het afstuderen moet er eerst een hoop geregeld worden. Nu Meerte met haar vriend het huis heeft gekocht van haar 93-jarige oma. En dan gaat er een wereld voor haar open. Ja, je wordt wel heel bewust dat je als sporter dat echt altijd alles uit de handen is genomen. Je komt in het buitenland aan en je krijgt gewoon een sleutel in je hand. En gas, water, licht, verzekeringen, alles wordt voor je geregeld. En nu moet je overal zelf uitzoeken wat is een goede verzekering, wat is belangrijk, wat moet je allemaal papieren hebben. Gas, water, licht. Nooit mee te maken gehad eigenlijk. Nooit mee te maken gehad. Nou, 2023 wordt een jaar vol nieuwe uitdagingen voor haar. Maar ze blijft wel gewoon volleyballen, want ze wil naar de Spelen van 2024. Haar hele verhaal leeft er bij ons online.